dames en heren. Hallo. Hartelijk welkom hier in het congresgebouw, het Nederlands congresgebouw in Den Haag. Het World Forum valt af als locatie voor volgend jaar. Dat is met 5000 stoelen te klein. Ja, hoe gaaf zal het zijn dat we Den Haag met een historische binnenstad, 11 kilometer fantastische kustlijn, kunnen verkopen voor zo'n miljoenen publiek als dat naar het Eurovisie Songfestival kijkt. Kan in het Adelstadion of op Malieveld. In samenwerking met het World Forum zijn we aan het onderzoeken of daar een overkapping of een grote tent. De tent van Lowlands kunnen 15.000 mensen in. Of dat kan, ja, dat moeten we onderzoeken en dat doen we samen met het World Forum. Ik denk dat het podium hier in het midden zou moeten komen. Dus dan heb je een gigantisch groot podium hier in het midden van het veld. Alle mensen eromheen, artiesten kunnen daar vandaan komen. Ja, ik denk dat dat geweldig wordt. Ik zeg doen, op naar Den Haag. Ik weet niet, Den Haag is al een beetje druk. Overal verbouwing, dit, dat. Ik zeg haal hierheen die zaak. En laten we hier een Songfestival vervolg 2020 geven, absoluut. Er zitten wel wat haken en ogen aan, denk ik. Zoals welke? Nou ja, laten we beginnen met, we staan hier in de open lucht. Je hebt wind door je haren, er moet een dak op. En dat is natuurlijk niet, we hebben 4 lastpuntjes en we zetten er even wat op. Dus dat is nogal een onderneming. Kost ook een hoop geld, zal moeten worden meegenomen. Volgend jaar, als het Eurovisie Songfestival plaatsvindt, zijn ook de play-offs. Stel dat wij ons plaatsen, krijg je toch een conflict of interest. En we gaan over, als het goed is, naar echt gras. En dat betekent dat er ook werkzaamheden zijn. Dus kijk, voor alles is een oplossing. Ik wil geen drempels opwerpen, maar ik ben wel voorzichtig. Ja, en hoe gaat het dan klinken? Live vanuit De Heek, het 65e Eurovisie Songfestival in 2020. Douze points vanuit De Heek.